Tijgers, panters en beren zijn definitief verleden tijd in Artis. De Amsterdamse dierentuin is vandaag begonnen met de sloop van de roofdierengalerij. In Artis is geen plek meer voor de oude verblijven met tralies. We gaan beginnen. De roofdierengalerij was een van de laatste dingen eigenlijk in het vernieuwingsproces waar we een aantal jaren mee bezig zijn. Was dit het laatste stukje toch wat een hoop ergernis gaf, ook bij het publiek, ook bij de verzorgers. Het is oud, het ziet er niet uit. En we zijn eigenlijk blij dat het nu gewoon gesloopt wordt. Daarmee komt er straks meer ruimte voor onze olifanten. He, dit wordt bij het olifantenperk getrokken. Okay. Maar het heeft hier vol gezeten met alles. Met heel veel jonge dieren hadden we, tijgers, leeuwen, panters. Dus ja, dat zijn allemaal herinneringen die er zijn. En dat is ook iets wat niet meer terug zal komen. Het is gewoon een stuk geschiedenis, voor ons zeker natuurlijk, weg. Maar ook voor heel veel mensen uit Amsterdam. Ja, die kennen dat nog veel meer terug. Dat zie je met hun eigen kindjes liepen en noem maar op. Ook voor die mensen, die oude Amsterdammers, is dat ook een gevoelskwestie. Die hebben daar ook zoiets van, ja, weet je wel, die zien dat ook om hen heen verdwijnen.